lijnenspel als in een schilderij van Jackson Pollock. Ik kon het goed zien, want de verlichting was overweldigend in deze donkere advent. Vieren we begin van einde en einde van begin aan de versierde tafel. Nestelen we ons tegen de grijze stenen waarop een poes van puur behaar gespeeld. Nou, ik zal alleen de titel noemen en dan mag u zeggen hoe u het wilt. Het heet Dialogue entre un subjectif et un conditionnel. En dat we dan na de pauze daar een beetje het antwoord op geven. Ja, want jij zegt, ik wil weten of de mensen nog iets bijzonders willen, maar dit was al heel bijzonder. Vind je? Ja, ik vind dat echt heel bijzonder. Ja. En als je meer over Hans Frans wilt lezen, kun je ook nog even Meander openslaan. Oh ja. Want er staan heel kort. Monika, wil jij misschien als tweede? Monika Bosman. Die Mummel. Ik zo erg. Nee, ik ga niet. Ik ga niet. Nee, ik ga niks verklappen helemaal niet. Daar ben ik. Daar ben ik. Niet. Dan doe ik daar klappen. Grondslag. Hoe was het voor ik de bedoeling was? Toen mijn beoogde moeder zorg voor zonen had en met mijn dochterloze vader streed. Bij het examen speelde ik een ei. Ik had me verdiept in herkomst en structuur, in wit en geel, in kalk en gekakel. Daar zat ik, in de yoga-houding van mijn moeder en de panty van mijn zus. Zo stolde ik tot een kookwekker mij redde. Gepeld en gehakt door leden van de commissie, kreeg ik mijn diploma. Harde stemmen leg ik bij angst. Verlaten schaar ik onder boos, verschuif ik later naar verdriet. We hebben zacht vandaag bij blij gedaan en drie kwartier voorbij ziet het er netjes uit. Ik vroeg, heb je wel eens opgemeten hoeveel centimeter er tussen jouw linker en rechter knie zit? Reizend in een sprinter, kijkend naar een toneelstuk of wachtend bij de dokter? Mijn levendigste herinnering is hoe de roep klonk om boetedoening, toen het te erg was geworden met al het slechte. En hoe iemand de prijs moest betalen, hoe iemand het voor iedereen goed moest maken. Hij zamelde gras de dag dat hij doodging en nog dacht dat het aan hem lag en aan zijn vriend Parkinson, dat kamer werd wat schuur was, dat harken ladders, huisjes doodskisten, dat alles anders werd. Ik zag je meteen, we lachten, altijd lachten we samen. We hadden een fiets voor twee, jij viel eraf, 10 juli 2002. Adriaan komt met totaal ander werk dan de voorgaande dichters. Dat moet ook even iets luchtigs en iets bijkomends. Je had zware gedichten uitgekozen vandaag. Oké, maakt niet uit. Adriaan van Eyperen maakt gedichten, maar maakt ook korte verhalen. De link tussen Adriaan en Arno Rutte die komt misschien straks ook nog tevoorschijn. Maar ze zijn alle twee bezig met hun familiegeschiedenis. En Adriaan is ook aan het onderzoeken en aan het duiken in zijn familiegeschiedenis. En dat komt vast een prachtig goed. Adriaan van Eyperen. Wat heb je gedaan dan? Waar kom je vandaan? Hedy vraagt het elke avond. Als Daan rond de klok van half één het café binnenkomt. Ze zou het ook aan Keizer, de Duitse herder, kunnen vragen die vlak voor Daan binnenkomt en direct in zijn mand onder de wententrap achter in de zaak gaat liggen. Laat jij tegenwoordig de hond uit, Daantje? Ik dacht dat het andersom was. Hedy is niet van plan haar man gemakkelijk te laten gaan. Daan maakt een afwerend gebaar en zakt met een diepe zucht op een van de lage krukjes voor de tapkast neer. Als elke dag heeft hij vanaf de opening halverwege de middag achter de tap gestaan, tot 11 uur. Een paar rondjes verder staat het mannetje opeens op en excuseert zich bij de andere spelers voor de onderbreking. Speelt rustig verder. Ik kom zo weer terug. Daar kun je terecht. Het mannetje kijkt verbaasd naar de kaartspelers die instemmend knikken. Hij haalt zijn schouders op en verlaat de kroeg. Je moet niet in de kerk zeiken, eikel, maar er tegenaan. Ik heb hier de kleinste kroeg met het grootste herentoilet van heel Amsterdam.
Hans, wil jij beginnen met twee gedichten, Hans? Ik mag er twee doen. Hij gooit zijn armen in de hoogte en zie, ze vliegen de hemelsblauwe lucht in, worden een zegenend Jezuslicht op deze koude Pasen. Eerst goed zichtbaar boven het plein, vliegen ze weg richting wijde wereld. Een bedelaar ziet ze, hij houdt zijn baseballpetje klaar, stoffen doopvond en collectebak. Hij wijst naar de lucht en maakt een vragend gebaar. Voor de armen, zegt hij, waarna hij een kruisteken maakt. Mevrouw, wat jammer toch dat ik niet direct aan uw zachte huid mag raken. Mijn vingertoppen zijn zacht genoeg en ik heb mijn handen gewassen. Ik vind uw kleur zo mooi, mevrouw. Uw huid blinkt als een jonge perzik die naar reine klode smaakt. Waarom dan die lingerie eroverheen? Uw cups verwijzen naar de koepels in Rome. Uw borsten worden als de renaissance in mij. En dan die kleuren, mevrouw, lieve mevrouw, waarom geen roze lingerie met veel strikjes, mooie strikjes, juichende strikjes, gestileerde veldbloemen, verborgen barok. Want strikjes zingen met kleine, ijle, geile coloratuurtjes voor het gordeltje dat elegante kousen draagt en zo lekker hups vanuit de heup hipt en beweegt. Want panties, mevrouw, zijn slappe zakken. Terwijl uw cups u in de hoogte steken, halen zij u tot op de grond omlaag. Ik ben een hele dame, sta op tafel. Oreer van ware kunst voorbij het kruis. Zie mannen kruipen voor een kruik. Mijn oom, een wit van mij. Ik ken alle talen van de wereld in woord in misdaad. Rukken we verhalen, ik zwijg al jaren van Maria. En als je dit doet, dan hoor je nog een hele tijd tik 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 tik. Toen pakte iemand een basketbal. En de bedoeling van de kunstenaars, waaronder dus 20 dichters van de Haarlemse Dichtlijn meededen, was om dat gebouw te genezen. Architectural healing heette het gebouw. En nu we toch bezig waren, verjoegen we geesten die nog hingen in schuldig zelfbeklag. We luchten de boel, raagden en schrokten, sopten en poetsten en witten, veegden verdulde zielen bijeen, schopten de rotzooi naar buiten. Alles mocht weg en iedereen vrij. Ontruimden de koepel, braken de cellen open. Het zijn 30 korte verhalen over dingen die ik heb meegemaakt. Mensen die ik heb ontmoet, plaatsen die ik heb gezien, kamers waar ik heb verbleven. Waarvan ik allemaal denk, die waren bijzonder en die ga ik met mijn lezers delen. Ik was nieuwsgierig naar de geschiedenis van mijn familie. En ik wilde vooral weten of de verhalen die ik ken van vroeger, die mij verteld zijn of die ik heb gehoord terwijl ik tussen de verjaardagsvisite zat, of dat nou echt allemaal waar was. Oké, ja. Nou, dat is niet zo. Voordat we dat gaan doen, wil ik iedereen bedanken voor de aanwezigheid. En weer welkom heten, 26 januari volgend jaar graag. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Dank jullie wel voor jullie komst.